Hallo, welkom weer bij een mooie roomtour. Zie je dit prachtige uitzicht? Dit is het uitzicht vanaf de slaapkamer van mijn kinderen. In het prachtige Roompotpark Curios Gulpen zitten wij hier vandaag. En hun slaapkamer is, hallo, heel leuk, op de bovenste verdieping. Kijk eens, hier hebben ze mooie bedden. We zijn net aangekomen, dus alles is nog netjes en we hebben nog geen spullen naar boven gesjouwd. Ja, je zit hier prachtig. En hier is hun eigen, hallo, badkamer. Kijk eens, met een mooie regendouche en een handdouche. Grote inloopdouche. Mooi net badmeubel. Dit park is echt net nieuw. Kijk eens, hier zie je andere huisjes die echt in een heuvel zijn gebouwd. Heel leuk. Het hoofdgebouw is net afgelopen september geopend. En dit is dus... Waarom je hier wil zitten. Ik zie daar ook een klein riviertje. Ja, het is allemaal zo gebouwd dat regenwater goed wordt afgevoerd. Kijk, hier ook een dingetje. En je kunt hier ook op het dakterras van de buren kijken. Curios staat voor duurzaamheid. Nou, prachtig uitzicht dit. Echt fantastisch. Dus daarom kies je voor een Curios park. Hier zit nog een kast. Hoe gaat de kast open? Duwen. Ah. Hier kunnen we nog even naar buiten kijken. In de tuin van de buren. Heel sprookjesachtig tuintje. Nou, en dan gaan we hier. Weer een raampje. Gaan we hier naar beneden. Dat is een geheime schuilplekje. Daar is jouw geheime schuilplekje. Terwijl ik de trap afloop. En dan komen we hier. Als we iets naar beneden gaan. Op. De eerste verdieping waar ook het toilet is. Waar is de lamp? Daar. Sfeervol lichtje. Raampje. Kijk, het ziet er heel netjes en nieuw uit. En dan hier mijn slaapkamer. Ik heb niet eens keuze gehad. Dit is mijn slaapkamer. En nou, je ziet het. Ik heb mooie kastruimte boven het bed. Tweepersoonsbed. Handdoekpakketjes liggen klaar, super fijn. Er lagen nog meer handdoeken. Ik dacht ook even dat de bedden niet opgemaakt waren, want beneden ligt ook nog beddengoed. Maar dat hebben ze denk ik een foutje gemaakt. Hier, nou, doe jij het gordijn maar even open. Dan laat ik even de badkamer zien. Hallo, hier ben ik weer. Kijk eens, mooie kast ook. Mooi badkamermeubel. Kun je al je spullen goed in kwijt. En dan hier... Is het douchegedeelte. Eens even kijken. Ja, zo gaat het gaan. Ook een mooie inloopdouche. Ja, het ziet er fantastisch uit. De radiator werkt op stroom, niet op gas. Dus nou, alles gaat om duurzaamheid in dit park. Hier ook een mooie designerspiegel. En ja, ook ik heb een fantastisch mooi uitzicht. Kijk dan. Gulpen. Dit is het. We hebben vanavond gereserveerd in het restaurant. Eindelijk kan het weer na lockdowntijd. Ik weet het, de restaurants waren al even open, maar wij zijn nog niet geweest. Want mijn kinderen hadden corona. Nu niet meer. Dus we gaan er even van genieten. Kijk, oh, dit kan ik nog wel even laten zien. Deze kamer wordt middels een schuifdeur afgesloten. Je hebt nachtlampjes. En nou, hier was dus het toilet. En hier ga je verder. Hier is ook weer een fijn raam. En dan hier zit er een kind in het raamkozijn. Hallo. Lekker. Zit dat lekker? Heb je daar ook een mooi uitzicht? Laten we eens kijken. Eens even zien. Op de andere buren. Op de andere buren. Nou, leuk. Het ziet er mooi groen uit. Alles is echt zo gemaakt dat het helemaal opgaat in de natuur. Dit is... de keuken. Er zit een koffiecupapparaat in. Heerlijk. Mijn boodschapjes die ik zo even ga opruimen. De kookplaat is elektrisch. Afzuigkap. Combi-magnetron. Nou, hier onze bagage moet nog even netjes opgeruimd worden. Ik verwacht dat hier ook. Oh, kijk. Hier zit ook. Ik denk dat er een heet waterkraan in zit zelfs. Oké, dit zijn de vuilnisbakken. Handig weggewerkt. En dan zal dit de vaatwasser zijn. Oh, maar als ik die open trek, dan gaat de step omvallen. Dat moeten we niet hebben.
Hier de lamp. Die kreeg ik nog niet direct aan de praat. Ga ik zo nog een keer proberen. En de televisie waarop de wifi-code te zien zou moeten zijn. Dus die ga ik zo aan jou vragen. Ja, maar wij willen hem ook nog natuurlijk, hè? Ja. Dus het is niet heel groot. Daar zijn ook weer mensen aan het uitpakken. Maar je hebt wel heel erg leuk speels ingedeeld. Het wasrekje zit nog helemaal nieuw in plastic. En ja, dit is onze voordeur. Met klein tuintje. En ja, ook weer dat fantastisch mooie uitzicht. Dus dat wordt genieten hier. Bedankt voor het kijken. Dit is dus een vierpersoons Hilltop Lodge. Bij Roompot Curios Gulpen. Vond je dit een leuk filmpje? Duimpje omhoog. Wordt gewaardeerd. Dankjewel. Fijne avond.